Maria's grote God. 4 december, ochtendoverdenking. Mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij heeft gesproken tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Lucas 1, vers 46 tot en met 55. Maria heeft helder zicht gekregen op iets heel bijzonders. God staat op het punt om in te grijpen in de wereldgeschiedenis. Over niet al te lange tijd breken de belangrijkste 30 jaar van de geschiedenis aan. Waar is God mee bezig? Hij is aan het werk in het leven van twee onbekende, heel gewone vrouwen. Een vrouw die oud en onvruchtbaar is, Elisabeth, en een vrouw die nog jong is, een maagd, Maria. Maria is zo geraakt door Gods liefde voor het nederige en het onaanzienlijke, dat ze ervan begint te zingen. Het lied dat ze zingt wordt ook wel het Magnificat genoemd. Lucas 1, vers 46 tot en met 55. Lucas zet Maria en Elisabeth neer als echte helden. Hij heeft bewondering voor het geloof van deze twee vrouwen. Vooral de onaanzienlijkheid en de vreugdevolle nederigheid van Elisabeth en Maria lijken veel indruk op hem te maken. En dat wil hij dan ook laten zien aan de hooggeachte Theophilus, de eerste lezer van zijn evangelie. Elisabeth zegt: "En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt?" Lucas 1, vers 43. En Maria zegt: "Hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares." Lucas 1, vers 48. Onze ziel kan de Heere pas echt groot maken als we zijn zoals Elisabeth en Maria. Als we onze nederige staat erkennen en overweldigd worden doordat de grote God naar ons wil omzien. Dat is zijn uitnodiging in deze adventsoverdenkingen. Kom naar mij toe door jouw hoge priester. Kom naar mij toe in schuldbelijdenis, gebed, meditatie, vertrouwen en lofprijzing. Kom, ik zal je niet wegsturen. Want Christus kan volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij leeft om voor hen te pleiten. Hebreeën 7, vers 25. Je luisterde naar een overdenking uit het boek Onwankelbare Vreugde van John Piper. Het boek bevat 50 ochtend- en avondoverdenkingen voor Advent om je te helpen Christus centraal te stellen. Ga naar de webshop van Geloofstrusting om het boek te bestellen of ga naar onwankelbarevreugde.nl voor een online dagboek voor het hele jaar.